Hij is een bekend gezicht op de weekmarkt. John Stoel verkocht jarenlang friet samen met zijn vrouw. Inmiddels doet hij het rustiger aan. Maar hij is nog wel voorzitter van de Centrale Vereniging voor Ambulante Handel. Hij behartigt de belangen van de marktkooplui. Presentator Ad van den Herik ging voor zijn programma Op Pad met Ad met hem in gesprek. En in dat gesprek ging het al snel over de coronacrisis. De eerste dagen in maart 2020 waren ook voor John een roerige tijd. Op een gegeven ogenblik kregen jullie te horen, die markt gaat niet door. Ja. Wat was toen jouw eerste reactie? Nou, we kregen het op donderdag op de app, kregen het medegedeeld, dat vrijdag gaat de markt niet meer door. En dan staat iedereen met zijn handel klaar, de visboer heeft zijn vis ingekocht, ik heb mijn aardappelen klaar. De bloemenvrouw die heeft de bloemen ingekocht en dan mag je de volgende dag niet meer komen. Dus toen ging het op de app rond van jongens, wij gaan morgenochtend gaan wij gewoon. En dan gaan we gewoon staan. Nou, dat ging dus niet lukken. Contact gehad met de gemeente. Ja. En zei ja, nee, kom nou maar niet. Want dan krijgen we rellen. Ik zei, nou, ja, wij dan krijg je glazen. Ja, ik zei nou, wij komen gewoon wel. En als ik zeg dat er geen glazen komt, komt er geen glazen. Toch werd de markt opgebouwd. En er was overleg met de gemeente en de GGD over de maatregelen die genomen moesten worden. Wij hadden een suggestie van, joh, wij maken rijen dat de mensen op afstand kunnen houden. Nou, dat vond de GGD niet zo'n goed idee. Want ja, hij zag een tsunami van mensen op zich afkomen. Ja, ja, zo. Zo werd er gesproken. Ja, ik zei, nou ja, goed, dan wachten we het maar af. En ja, allerlei oplossingen. De eerste oplossing was alleen de voet. Jongens, dus ze stonden alleen de voetjongens 10 meter van elkaar af. Ja. Daarna stapsgewijs naar de voet, de snacks erbij, naar de snacks, de andere dingen erbij. Ja. En toen hebben we direct een andere opstelling gemaakt, zoals je natuurlijk op het Statenplein ziet, dat de paden zijn 8 meter en vroeger waren de paden 3,5. De markt heeft zijn nut tijdens de coronacrisis wel aangetoond, meent John. Hij denkt dan ook niet dat de marktlui ooit nog moeten wijken als er weer maatregelen worden afgekondigd. Wij hebben van begin af aan natuurlijk gezegd van jongens, het is buiten. De mensen die kunnen ver van elkaar aflopen. Gaan naar de supermarkt, dan hangen ze met de benen buiten. Ja. En dan zitten ze dicht op elkaar. Maar jij hebt toch ook een gesprek gehad met de burgemeester? Ik heb een gesprek gehad met de burgemeester. En ik moet zeggen, dat was een goed gesprek. En daar heeft de burgemeester eigenlijk min of meer zijn excuus aangeboden voor het feit dat hij ons heeft moeten sluiten. En dat hij achteraf tot het besef kwam. Dat het eigenlijk had niet beseft dat wij zo snel konden schakelen om de mensen ruimte te geven. Ja, ja. Had hij niet beseft. Het hele interview met John Stoel is vrijdag vanaf 6 uur te zien op TV Dordrecht en wordt ieder uur herhaald.